De 69e Twentse fietsvierdaagse vanuit Almelo ging van start vanaf Preston Palace. Er waren ook dit jaar meer deelnemers dan vorige jaren. Ik ben speciaal voor degenen die vooringeschreven zijn en voor de mensen die één dag willen fietsen. En ik ben voor de informatie. U bent vast langer bij de fietsvierdaagse betrokken. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik denk dat ik het langst van wat hier nu werkt, dat ik het langst doe, ja. Ja, weet je, na zoveel jaren ken je heel veel mensen natuurlijk. En het is heel leuk, vooral mensen uit andere plaatsen, uit het westen en uit het zuiden. Die zeggen, oh, wat leuk dat je er weer bent. Maar het is ook soms wel, dan denk je van, jullie waren toch altijd met z'n drieën. Ook dat maak je mee, hè. Dan denk je, ja, maar één is er dan niet meer. Maar ze komen toch altijd weer terug. Komt op plekken die je normaal niet ziet. En het is gewoon een gezellig uitje. Mijn taak is samen met 7 collega's om de routes uit te zetten en ook na die tijd de routes weer op te halen. Vandaag was een geweldige mooie route. Echt allemaal door landschappen, mooie wegen, prachtige fietspaden en goed bepeild. Het was bijzonder mooi vandaag en het weer was vandaag ook bijzonder goed. Dus u hebt er een hele fijne dag op zitten. Hebt u vaker aan zo'n fietsvierdaagse meegedaan? Jawel, jawel. Wij doen wel vaker meer aan fietsvierdaagses. Zowel in Twente als in Brabant, in Limburg. Ook in Noord-Holland hebben we er meerdere malen gefietst. Ja, wij zijn wel een beetje fietsgek, ja. Hoe ben jij er zo bijgekomen om deze fietsvierdaagse te helpen organiseren? Leuk werk, vrijwilligerswerk. Ik ben begonnen vanuit de VVV, was het een onderdeel van mijn werk. En vrijwilligerswerk, het is leuk werk, leuke groep vrienden, andere vrijwilligers. Dus leuk om te doen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard van dagen. Ik heb de band vol met vent. Ik sta hier bij 4 jonge mensen die ook meegedaan hebben aan de fietsvierdaagse. Hoe vonden jullie dat om te doen? Leuk. En hoe vond jij het om te doen? Ja, ik vond het leuk. Ik kom zelf eigenlijk uit Arnhem. En ik mocht een keer mee fietsen. Ik vond het hartstikke leuk in Almelo. En dit is de eerste keer dat jullie meedoen? Ja. Nee. Klopt. Dames en heren, welkom bij de 20e herdenking bij het Indy Monument. Het monument waar de namen van de 16 omgekomen Almeloze militairen genoemd staan. Het thema van de herdenking is: laten we nooit vergeten. Papa die heeft mij de verhalen verteld. Ik heb het geschreven en pa die had de strakke regie. Er mocht niet te veel erkenning en waardering in de tekst staan. Om kort te zijn, pa die is opgeroepen, heeft moeten dienen in Nederlands-Indië, wat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Hij wilde het liefst weigeren samen met zijn vriend G. Schansert. Zoals ik zojuist heb gesproken, G is een van de eerste dagen al doodgeschoten door een Nederlandse soldaat die in paniek raakte. De jongens waren immers niet voorbereid. Er was vijandelijk vuur en de schutter die bang werd is gaan schieten op de toegesnelde kameraden van hem. 3 mensen doodgeschoten, traumatisch. Maar ook voor mijn vader, zijn beste vriend, die was plots weg. Thank you.
terwijl pa er op dat moment net niet bij was. Ja. Toen hij de volgende dag zich bij zijn vriend zou voegen, kreeg hij te horen van, ja, hij ligt daar. Hij was al begraven. Ja, dat vroeg ik. Ik zeg, weet je, wel geen schansen is, maar hij was van een andere groep. Ik kwam elkaar net tegen. En ik zei, jawel, die ken ik wel. Ik zei, waar is hij dan? Dus kijk je naar een oud kerkje. Stonden we net als hier in Friesland. Ik zeg, daar ligt hij. Maar u kunt het nu een plek geven na al die jaren? Ja, duurt lang. Ja. Je vergeet het nooit. Ik heb het mezelf altijd kwalijk genomen dat we niet thuis waren gebleven. Dan was hij ook niet weggegaan. Gelegenheid van Avelijn verhuist van de Kerkstraat naar de openbare bibliotheek aan het Baken. De werknemers kijken uit naar de nieuwe uitdaging. De nieuwe locatie gaat Fijn Lunchen en Lezen heten en opent op 3 september. We hebben er echt heel veel zin in. We gaan verhuis naar de bibliotheek en het is gewoon een leuke nieuwe uitdaging voor ons. Dus, ja. Moeten jullie hier hard werken? Ja, de ene keer is het druk en de andere keer minder druk. Maar ja, daar zoeken we wel weer andere taken op. Dus altijd wel wat te doen. Ja. Dus ja. Hoe lang doe je dit werk al? Ik werk hier nu 1,5 jaar ongeveer. Ja. Dus. En wat voor opleiding heb je? Ik ben begonnen met een hoveniersopleiding. En toen horeca. En ja, en nu werk ik hier. Kan je nog wat leuks vertellen over klanten waarmee je in aanraking komt? Ja, het is gewoon heel veel. Ja, hier is meer een oudere doelgroep. En omdat we straks wat meer kregen. Maar met oudere mensen gaan ze ook hartstikke leuk. Dus ja, die hebben altijd leuke verhalen en altijd heel gezellig. Ik werk hier zelf nu al 4,5 jaar. En wij gaan helaas tot iedere grote spijt gaan wij verhuizen. En we zijn er eigenlijk ook wel best blij mee. Ja? Was het hier niet prettig werken dan? Jawel, alleen wij hebben hier hele leuke tijden gehad. Ook minder leuke tijden natuurlijk met de collega's. Die moeten er ook zijn. En maar voor de rest, we zijn ook toe aan een nieuwe uitdaging qua collega's en qua personeel. Heb je al bekeken waar je komt te werken? Nee, we hebben nog niet echt bekeken waar we komen werken. Alleen wel via plattegrond en zo hebben we wel een beeld gekregen van hoe wij waar we komen te zitten. En dat is dan toevallig bij de bibliotheek. Zeg, wat vind je van je werk? Ik vind het fantastisch om te doen. Ik kan me geen betere andere baan wensen. Ja. Leuke dingen meegemaakt? Ja, sowieso. Leuke collega's, leuk personeel, met de gasten goed contact. Het kan niet beter. Kan je ook eens wat vertellen van je contacten met de klanten eigenlijk? Ja, dat kan. We hebben dan zeg maar ook wel vaste gasten die hier komen en dan praten we af en toe mee. Dan spreken we de weekenden door, wat ze eventueel het weekend gaan doen. En er zijn toch altijd wel vaste gasten die gewoon altijd wel praatje hebben voor elkaar. En we hebben een praatje voor de gasten en andersom. En het blijft toch altijd doorgaan. Ja. Nou, ik wens je heel veel werkplezier daar in de bibliotheek. Ja, dankjewel. Dit is een. Kiezen we tegenwoordig een andere locatie uit. Omdat we graag willen dat het elke dag voor andere kinderen dichtbij is. Dus dit jaar zijn we op de Oskoppelhoek neergestreken. En dat vorig jaar op Sluitersveld zaten. We hebben ook elk jaar hebben we een thema. Het thema is dit jaar dromen. Er is een prijsvraag uitgeschreven via Facebook.
En dus het thema is dromen geworden. Hartstikke leuk. Er zijn al heel veel bouwwerken. Ziet er hartstikke mooi uit. De laatste dag is 29 augustus. Dus we doen het ruim 2,5 week zijn we bezig. En dan komt er s'avonds, als het goed is, een mooi groot vuur. We weten nog niet zeker hoe het gaat met de droogte of we het vuur mogen aansteken. Dus daar ga ik nog mee bezig om het uit te zoeken of het mag. Ja, doen het elk jaar heel veel kinderen mee en met heel veel plezier. Dat is het belangrijkste, dat we plezier hebben met z'n allen. Uiteindelijk doen er meestal ongeveer rond de 500 kinderen mee. Uiteindelijk. Ja, de laatste drie weken van de vakantie. Ja. Zijn de mensen meestal ook weer terug, hè? Voor een deel althans. Ja. Nou, hartstikke mooi. En ze kunnen ook op het moment zeg maar, dat ze alleen de laatste twee weken mee willen doen, kan dat ook. Dat is ook geen enkel probleem. Nee, of als ze een dagje naar het zwembad gaan, dan is dat ook geen probleem. Dat kan allemaal. In principe kunnen ze iedere dag instappen. Ja. Jongens en meisjes, liever een dag gamen of een dag Huttenland? Huttenland. Liever een dag McDonald's of een dag Huttenland? Huttenland. Liever een dag zwemmen of Huttenland? Huttenland. Ja, het ligt aan welk weer. Ja, hoe bedoel je dat? Als het keihard regent, dan ga ik, als het gewoon bloedheet is, dan ga ik denk ik liever even zwemmen. Maar als het gewoon lekker nu als nu is, dan ga ik veel liever Huttenland. Oké. Wil jij nog wat zeggen? Nee. Jij dan? Ook niet? Bas wel. Huttenland is hartstikke mooi. Ja? Hoe vaak ben je hier, Bas? Ik ben hier gewoon de hele tijd dat het is. En ik ben hier volgens mij al 4 jaar. Vierde keer. Ja. Ieder ons geen sowieso. Dus je gaat niet met opa en oma mee? Nee. Liever Huttenland. Gaat dit lukken? Jazeker. Ga maar door. Doe je als je al op vakantie geweest bent naar Verwegistan of gewoon Balkonia en je vriendjes en vriendinnetjes die zijn nog niet terug en eigenlijk verveel je een beetje? Nou, dan is er in Almelo Maakplaats in het Stadsmuseum. Het zijn workshops waarbij je bijvoorbeeld een kunstige robot of een zoutwaterauto leert maken of een echte film zoals ze dat heel vroeger deden. We zijn met een aantal kinderen verschillende dingen aan het maken. Wat voornamelijk te maken heeft met techniek. Dus we zijn een robotje aan het maken. We kunnen ook nog een bibberspiraal maken. En een autootje op zout water. Op die manier zijn we gewoon lekker bezig met de kinderen. Een auto op zout water, dat zou toch de vinding van de eeuw zijn? Nou, eigenlijk wel ja. Misschien moeten we dat ook maar gewoon gaan doen. Ik maak een olifant. Oh, dat zien dan. Omdat het oren heeft, een slurf. Dit is links. Ja, andere kant op. Links is open. Ja, jij zegt dat ik hier moet draaien. Ja. Tervino, wat heb jij gemaakt? Ik heb de spin-olifant iets 2000 gemaakt. En leeft hij ook? Ja, hij leeft. Inpassen. Hij bibbert al. En is hij ook zo'n besturen nou eigenlijk? Want... Nee. Ja, nu lijkt het iets meer op de springkant als de spring. De springspin. Volgende week, maandag, dinsdag en woensdagmiddag, hebben we ook weer de workshops. Ja. En dinsdag gaan jullie iets anders doen, hè? Dat klopt. Ja, dinsdag gaan wij een film maken. En het heet Stop Motion. Dus door middel van een fotootje te maken en steeds meer foto's achter elkaar te doen, krijg je een bewegend beeld. En op die manier maken wij een filmpje dan. Ja, wat ze eigenlijk vroeger ook deden, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Thank you.
Heel crimineel Twente sliep hier al, maar nu is het voor iedereen bereikbaar. Het voormalig Huis van Bewaring aan de Markstraat in Almelo. Het Huis van Bewaring werd gebouwd in 1926. Het frontgebouw aan de Markstraat is in Dorische stijl, met op de eerste verdieping een hoge, voormalige kerkzaal met glas-in-lood vensters. Het imposante gebouw werd geopend in 1928 en werd toen de Paulingsbrugge gedoopt. Dit is de echte gevangenis zoals u die kent uit talrijke films en tv-series, met een karakteristieke trap en meerdere verdiepingen waar langs galerijen lopen. Met een beetje fantasie ziet u de gevangenen hier nog bijna over de balustrades geleund staan. In 1995 werd de instelling gesloten en verhuisden medewerkers en gevangenen naar een nieuw pand, de Karelskamp. Sinds 2004 is het Huis van Bewaring officieel een hotel. De oorspronkelijke cellen zijn samengevoegd tot 6 comfortabele kamers, 2 cellen groot, en 3 royale suites, 3 cellen groot. Altijd al benieuwd geweest hoe het is om een nachtje door te brengen in een echte gevangenis, dan is er nu een bijzondere en heel onschuldige manier om dat te ervaren.